Welkom in Rotterdam. Nou, het Nederlandse weer zullen jullie niet missen. Het is super grijs hier. Beste ambassadeurs, ik sta hier met mijn blokje Hollandse kaas. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, jullie als Nederlanders, in hoeverre ben je nou zelf betrokken bij de lokale gemeenschap waar je werkt? Ja, volgens mij kan je niet zonder de lokale gemeenschap. En ik denk dat die momenten waar je met iedereen praat eigenlijk belangrijk zijn om te begrijpen wat een land beweegt waar je bent. Dus essentieel om met, denk ik, eigenlijk alle mensen in het land waar je geplaatst bent te spreken van hoog tot laag. Ja, ik ben Stijn. Maar deze vraag, hoe is het voor ambassadeurs om te werken in een gebied van conflict, zoals Oekraïne? Ja, ik zit zelf in Jemen. Ik zie ook met eigen ogen het conflict. Ik zie ook wat het doet met mensen. Ik praat ook met vluchtelingen. Als Nederland proberen wij er ook aan bij te dragen om een einde te maken aan het conflict. Dat is uitdagend en spannend. Dat lijken simpele woorden, maar dat is soms ontzettend moeilijk. In Bagdad zijn met regelmaat raketaanvallen. Ook op de regio waar de ambassade zit. Uiteraard zijn we daar goed tegen beschermd, maar desalniettemin is dat iets wat je nooit in je koude kleren gaat zitten. Dat is iets wat je niet onberoerd laat, eerlijk gezegd. En wat nou, voor mij in ieder geval mijn werk heel veel interessanter maakt, omdat je soms echt het verschil voor mensen kunt maken. Missen jullie frikandellen in het buitenland? Wat ik het meest mis is drop. Wat ik het eerst doe als ik aankom op Schiphol is drop kopen. Want dat kun je eigenlijk nergens ter wereld krijgen, alleen in Nederland. Na mijn broodje kroket ben ik gek op een donkerbruine boterham met kaas. En vooral een beetje van die oude kaas. Old Amsterdam, toch? Bedoel je eigenlijk, nee. Als Rotterdamse? Nee, die bedoel ik zeker niet. Dit moet eruit. Ja.